Ja, voorzitter, dank u wel. Ik maak van de gelegenheid allereerst gebruik om de minister nogmaals met zijn prachtige nieuwe functie te feliciteren. Ik wens hem heel veel succes en ik ga ervan uit dat hij ook in deze functie het hem aan daadkracht niet zal ontberen. Dan ga ik terug, voorzitter, naar het onderwerp van vandaag, het spoeddebat. Laat ik beginnen met het uitdrukkelijk veroordelen van geweld in welke vorm dan ook, tegen wie dan ook of tegen wat dan ook. Ieder incident is er één te veel, maar dat betekent ook dat er uitdrukkelijk aandacht gevraagd dient te worden voor andere geweldsincidenten. Als ik die allemaal moet gaan opnoemen, dan heb ik de spreektijd nodig van alle collega-Kamerleden hier in de zaal. Dus ik licht er een paar uit. Stadsdeel West in Amsterdam heeft een schuilsynagoge. Een synagoge zonder duidelijk zichtbare Joodse symbolen. Meerderheid van de bezoekers is ook niet als Joods herkenbaar. Reden, constante bedreigingen. Joodse scholen, synagogen en andere instellingen worden al jaren op eigen kosten permanent bewaakt en beveiligd. Een rabbijn die een Hitlergroet krijgt, september van dit jaar, 2 keer brandstichting in een Molukse kerk, brandstichting in een Molukse instelling, 1 keer poging tot brandstichting in een Molukse kerk. Jarenlange straatterreur jegens een Haagse hindoetempel. Een molotovcocktail tegen een deur van een gereformeerde kerk in Gouda. Homoseksuelen, lesbiennes, transgenders, die worden weggepest uit hun eigen woning. Geweld, bedreiging en intimidatie van ziekenhuispersoneel enzovoorts. Dus ik mag toch hopen, voorzitter, dat alle collega-Kamerleden dit even scherp veroordelen. Ik kan mij niet voorstellen dat er in dit kader onderscheid gemaakt zal worden. Geweld is geweld en dat dient veroordeeld te worden. Meneer Diebe. Voorzitter, als geweld geweld is en elke vorm van geweld principieel afgekeurd moet worden, dan is het toch wel opvallend dat u een heel groot deel van uw inbreng wijdt aan geweld rondom kerken en synagogen. Terecht, ga ik zelf ook doen. Maar dat u eigenlijk zo snel mogelijk af wil van uw spreektijd besteden aan geweld rondom moskeeën. Mag ik u vragen waarom dat zo is? Mevrouw Helder. Ja, daar wou ik in mijn betoog nou namelijk op terugkomen, want ik kom hierna op de cijfers. En dan geef ik meteen antwoord op de vraag van de heer Diebe, als dat goed is. Gaat u verder met uw betoog. Dank u wel, want ik kwam nu aan de uitlating van de heer Azarkan, voorzitter van de Marokkaans-Nederlandse organisatie SMN, die dus inderdaad stelt dat de politiek heftiger reageert als geweldsincidenten zich voordoen bij Joden en homoseksuelen. Nogmaals, eerder heb ik gezegd, ieder geweldsincident is er één te veel. Maar ik heb wel gekeken natuurlijk naar het waarheidsgehalte van de uitlating van de heer Azarkan. En voorzitter, ik vind die permanent onjuist. Ten eerste zijn we hier vandaag bijeen. Spoeddebat, terecht. Dat ben ik met mevrouw Ariep eens. Maar ik kijk ook naar de cijfers en wel die van het KLPD. En in de eerste helft van dit jaar zijn er 5 incidenten geweest jegens moskeeën. 2009 waren het er 16 en in 2008 32. Dan kan ik niet anders dan concluderen dat het aantal incidenten jegens moskeeën afneemt. En als ik dan kijk naar het politierapport discriminatie van 2009, het zogenaamde POLDIS, dan blijkt daaruit dat het aantal antisemitische incidenten met 50% is gestegen. Dus daar ligt gelijk het antwoord op mijn vraag, op de vraag van de heer Diebe. En dan ga ik nogmaals een keertje zeggen dat ieder geweldsincident dus veroordeeld dient te worden. Maar een verbale veroordeling die helpt natuurlijk niet. En op dit moment is het zo dat een discriminator aspect, ik rond bijna af voorzitter, een strafverzwarende omstandigheid is en dat het OM 25% de strafeis verzwaart. En ik hoor graag van de minister of hij het met mij eens is dat dat 50% gaat worden. En in laatste zin dat het grootste belang is dat er een goede registratie van discriminatoren, incidenten, dat die op orde is en dat de aangiftebereidheid wordt verhoogd. Want voorzitter, zonder inzicht kunnen we geen structurele oplossing met elkaar proberen te bereiken. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Helder. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw de voorzitter. Ah, meneer Diebe, toch nog. Sorry. Toch nog elkaar even kritisch bevragen. Ik ben het met een heel groot deel van uw inbreng volledig eens. Maar heeft u het spoeddebat, dit spoeddebat, gesteund toen dat aangevraagd werd door mevrouw Ariep? Nee, voorzitter. Ik heb het spoeddebat niet ondersteund. Ik heb wel ondersteund dat het een debat zou zijn, omdat ik het een veel groter probleem vond. Vandaar dus ook deze inbreng. Want ik vind dat je het geheel moet bekijken. Dus het spoeddebat wat we onlangs hebben gehouden over het toenemende antisemitisme in Nederland, waar u wel steun aan verleende, dat was
Dat was wel nodig en een spoeddebat rondom de incidenten rondom de moskee vond u niet nodig. Ik vraag dit mevrouw de voorzitter, omdat ik toch vaak de indruk heb dat de Partij voor de Vrijheid geweld jegens moslims toch anders benoemt en daar anders mee omgaat dan geweld tegen bijvoorbeeld homoseksuelen, christenen en joden. En ik wil even duidelijk maken dat als het om GroenLinks gaat, mijn partij elke vorm van geweld principieel afkeurt en daar niet een weegschaal voor aanmaakt. Meneer Diebe, wilt u een vraag stellen aan mevrouw Helder? Nou, waarom mevrouw Helder en de Partij voor de Vrijheid wel een spoeddebat steunen als het gaat om antisemitisme en niet als het gaat om moskeeën, omdat zij net zelf zei dat ze daarin geen onderscheid maakt. Mevrouw Helder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik val in herhaling. Ik verwijs naar wat ik net heb gezegd. Ieder incident is er één te veel en ik veroordeel het evenzeer. Namens mijn partij natuurlijk. Laatste keer, meneer Diebe. Dan toch nog graag antwoord op mijn vraag. U steunde wel een spoeddebat over antisemitisme. U steunde geen spoeddebat over geweld rondom moskeeën. Ik zie daar zit een grote afstand tussen. Kan mevrouw Helder dat nog even voor mij uitleggen? Mevrouw Helder. Nou, dat heeft mevrouw Helder geen behoefte aan, want ik heb net antwoord gegeven. Mevrouw Ariep. Ja, voorzitter, in mijn betoog heb ik ook gezegd, elke vorm van geweld, of nou tegen joden, homo's of moslimkerken, dat is onacceptabel. Daar zijn we het erover eens. Maar waar we het ook vandaag specifiek over willen hebben, is het aantal incidenten dat de afgelopen periode plaats heeft gevonden, met name gericht tegen moskeeën. Erkent u dat er sprake is van geweld tegen moslims in Nederland en met name ook gericht tegen moskeeën? Mevrouw Helder. Ik kan mij niet herinneren dat ik dit in mijn betoog gedaan heb, dus dat wordt beslist niet ontkend. Maar ik heb wel gezegd, en dat is ook de kern van mijn betoog en de rode draad erin, dat we het wel in perspectief moeten zien. Nogmaals, ieder incident één te veel, altijd veroordelen, structurele oplossingen willen bedenken, maar dan moet je het ook het geheel benoemen en het in geheel in het perspectief zien. Mevrouw Ariep. Dus ik concludeer dat u eigenlijk geweld tegen moskeeën veroordeelt. Dat klopt. Mevrouw Helder. Uitdrukkelijk ja. Ja. En wat vindt u dat daartegen moet gebeuren? Want dat heb ik in uw betoog niet gehoord. Welke maatregelen verwacht u van deze minister? Nee. Mevrouw Helder. Ja, mevrouw Helder is blij dat ze er hele betoog niet voor zeggen, een keer over mag doen. Ik heb bijvoorbeeld gevraagd aan, of de minister met mij eens is dat de strafeis door het OM met 50% wordt verhoogd. Je zou kunnen denken aan het toepassen van snelrecht, supersnelrecht. Het registratiesysteem dient op orde te zijn, aanbieding van het discriminatierapport aan de minister, toen is erkend dat het registratiesysteem nog niet op orde is, en dat de aangiftebereidheid verhoogd moet worden. Dat vind ik al een heel aantal maatregelen waar ik mee denk dat we de goede kant op gaan. Dank u wel, mevrouw Helder. Dan geef ik nu het woord.